In de SIG zitten allemaal experts op verschillende gebieden. En ja, we willen eigenlijk onderwijsinstellingen helpen om learning analytics op te zetten, waarbij ze eigenlijk de SIG als klankbord kunnen gebruiken. En dus ja, hun concrete vragen aan ons kunnen stellen, waarna we ze kunnen helpen, zodat ze een stap verder kunnen maken. Het voordeel van onderdeel worden van een SIG is dat je mensen ontmoet die allemaal met hetzelfde onderwerp bezig zijn, maar misschien vanuit een andere richting. We hebben onderwijskundigen, we hebben mensen van faciliteer, we hebben mensen van meer de beleidsafdelingen en gezamenlijk kom je er sneller vooruit. Als jonge onderzoeker kwam ik eigenlijk in een warm nest van mensen die al heel veel ervaring met dit onderwerp hadden. En dat heeft mij enorm geholpen om de juiste kennis en ervaring op te doen en de juiste mensen te leren kennen. En ja, als je daar eenmaal in zit, dan wil je er ook bij blijven.